De deur moest ik nog even op slot doen, want ik had mijn schoentjes aangedaan om zo in de auto te springen. Het was nog best vroeg, dus er was weer eens vullen. Maar gelukkig was ik wel op tijd aangekomen op school, waar ik vandaag weer eens op de computer moest werken. In de middag waren we gelukkig even naar buiten gegaan om dan te gaan eten. En daarna hadden we ook nog even buiten gezeten om wat te vergaderen in onze prachtige tuin. Als groep hebben we een bak en daar steken we dus eigenlijk heel erg veel eten in. En vandaag hadden we chipjes om tussendoor een beetje te kunnen snacken. Uiteindelijk waren we in deze ruimte even gaan zitten en was het altijd om op te ruimen. En ja, we moesten de stoelen op de tafel zetten zodat er gekuist kon worden. En zo kon ik weer op zoek gaan naar mijn auto die op de parking stond, gelukkig. Om dan zo weer naar huis te gaan en ik was even iets beginnen kijken. Dat was een nieuwe serie en die begon best wel goed, maar toen bedacht ik me dat ik echt even naar beneden moest gaan, want ik had iets tussen mijn tanden steken, dus had ik even een tandenstoker genomen. En ja, nu ik toch in de keuken stond, kon ik maar even goed een latte macchiato maken. En dat had ik gedaan met mijn nieuw smaakje, wat echt super lekker is en echt wel de kerstsfeer naar boven brengt bij mij. En dan zo kan ik lekker genieten en ontspannen. Oké, bye!